Een donderslag bij heldere hemel. Uh, je leest natuurlijk eerst de kop, hè, uh, uh, en dat is. Vogels houden in kooien mag niet meer. En toen dacht ik: van vogels houden in kooien mag niet meer, wat is dit? En dan lees je verder, en dan denk ik dat je uh, het krantenartikel met enige nuance moet lezen. Uh, er is een nieuwe dierenwet. En die dierenwet is, denk ik, um, in eerste instantie bedoeld voor de intensieve uh, veeteelt. Alleen die heeft een aantal neveneffecten. En die neveneffecten die stralen dus ook af op uh, het bezit van huisdieren. En dan in, in mijn geval, in ons geval, want ik vertegenwoordig een hele grote groep uh, vogelliefhebbers als bestuurder van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is dat het houden van vogels. En de wijze waarop je je houdt. Nou, dat is voor ons natuurlijk geen verrassing, hè? de wijze waarop, uh, waarop we vogels houden, want al jaren worden we geconfronteerd met een. Veranderende denkwijze uh, over het houden van vogels. Daar hebben we als Vogelbond natuurlijk al op geanticipeerd. Door onze leden uh, te vragen uh, en te wijzen op dierethiek en dierwelzijn. Dat wordt steeds belangrijker natuurlijk uh, in Nederland. En uh, ja, we hebben gevraagd om houderijvoorschriften verslagen te maken. van Hoe kweek je nou vogels? Wat voer je de vogels? In welke accommodatie kunnen ze het beste gehuisvest worden? Nou, um, het is natuurlijk zo, in die dierwet wordt uh, gerefereerd aan, we moeten uh, de omgeving aanpassen aan, aan, aan de beesten die wij houden. Dat is allemaal heel aardig gezegd, maar dat betekent dat in sommige gevallen dat je van de vogelsport uh, misschien ook wel een elitaire vogelhobby uh, gaat maken. Want ja, wie kan allemaal. Een grote folier, zoals ik hem toevallig buiten heb staan, betalen. Hoe had u het graag gezien dan? In ieder geval overleg, een structuur, duidelijkheid. Voor wie geldt het nu wel en voor wie geldt het nu niet? Er, er wordt nu bijvoorbeeld gezegd: ja, honden mogen eigenlijk niet aan de lijn. Nee, gisteren heeft de mevrouw voor de Partij van de Dieren al gezegd: nee, maar het is wel de bedoeling: een hond mag je natuurlijk aan de lijn mee wandelen. Waarom dat dan niet duidelijk gemaakt? Waarom laat je dat open, zodat mensen daar vraagtekens bij gaan zetten? Ik had vanmorgen een meneer aan de telefoon van 81 jaar. En die vroeg aan mij, meneer, u bent van de vogels. Ik zei ja, ik ben van de vogels. Meneer, ik heb een probleem. En die meneer was verdrietig. Ik zei, meneer, waarom bent u verdrietig? Die zegt, ik heb al 55 jaar vogels. Dit is mijn lust en mijn leven. En ik heb nu gehoord dat ik in 2023 mijn vogels moet ruimen. En ik heb die meneer uitgelegd: Meneer, u hoeft helemaal niets te ruimen. Er is geen sprake van ruimen. En dat krijg je als je niet erg duidelijk bent met wetgeving. Als je een algemene wet formuleert die eigenlijk ook de hobbyist treft.